Hoi, en dit is een uitleg over wat de geldaanvraag is en hoe dat nou een beetje in zijn werk gaat. Laat ik ermee beginnen dat wanneer je dus hier bij de geldaanvraag komt, dus in onze groep, populair als geldaanvraag, hieronder in de comments kun jij je geldaanvraag neerzetten. Dan neemt er een vrijwilliger contact met je op en die gaat met jou samen zitten om de aanvraag duidelijk in kaart te krijgen en te brengen. En die gaat dat dus voor jou aanvragen. Laat ik even beginnen met een whiteboard verhaal. Oh, 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 oh. Stel, dit ben jij. Oké, minima. Je reikt dus naar een vrijwilliger van ons uit. Zo, hop, hop, hop en hop. V van vrijwilliger. En wacht even, misschien kan ik dit nog wel eens eventjes iets sneller gebouwd krijgen zelfs. Doet hij het? Jazeker. Nou, vanuit daar gaat die vrijwilliger gaat voor jou de aanvraag doen. En die neemt dus dat hele proces op zijn rekening. En daar kunnen dus uiteindelijk twee dingen uit voorkomen. Daar kan uit voorkomen dat het een nee wordt. Maar er kan ook uit voortkomen dat het een ja wordt. En bij een ja, dan uiteraard komt het geld bij jou terecht, wordt het bij jou gestort. Maar daardoor krijg jij wel de lusten, maar hè, als minima, maar niet de lasten. Want de vrijwilliger die doet het aanvragen voor je. En jij, nou, als je geld ontvangt, geld aanvraagt, dan krijg je het. En als je niet, dan hoor je dat. Maar nou, ja, hebben we het in ieder geval geprobeerd. Het is natuurlijk wel van belang dat het om goede, waardige aanvragen gaat. Die ook wel een relatief groot bedrag inzet. Dus ik gok ergens vanaf, laten we zeggen, 50, misschien 100 euro dat we gaan beginnen. En de bedoeling is dat jij als minima wat financiële ruimte krijgt en dat daar ook wat minder probleemschouw zit, minder de nekklem erop. En zodoende dat je eventueel dan weer daardoor ruimte krijgt, omdat je niet wordt gehinderd doordat iets bijvoorbeeld stuk is of zo. Of doordat je iets niet kan veroorloven wat je eigenlijk je wel dient te veroorloven om verder te komen. Noem het maar op. Er zijn heel veel verschillende dingen om te bedenken. Daar is dus die geldaanvraag voor. En de vrijwillige hier, die werkt, die opereert als zowel als een hulp, maar ook als een beoordelaar van oké, welke aanvragen neem wel in, welke niet. En als we een aanvraag niet in behandeling nemen, dan zeggen we het ook van waarom niet. Dus er is hier eigenlijk gaande van een wisselwerking. Gewoon van een communicatie en weten, hoor en wederhoor. Zodat uiteindelijk natuurlijk het doel is dat dat je slaagt. En dat ook de vrijwilliger slaagt om die aanvragen doorheen te komen. Dat is waar het omdraait, waar het op neerkomt. En er zijn ontzettend veel groepen. De vrijwilligers bij ons hebben ook gewoon toegang tot de hele waslijst aan groepen. En die sturen met jou met alle plezier, met alle liefde. Sturen ze een aanvraag de deur uit namens jou. Dat is het idee van de geldaanvraag. Niks meer en niks minder. Ik hoop dat het nu een beetje duidelijker is. Dankjewel voor het kijken van deze video.